Dus Zwarte Piet is langs geweest. Ja. En die heeft dus even een kilo kruidnoten een gebracht. Een kilo, hè? Ja. Oh. Want hoeveel suiker zou erin zitten, denk je? 35 gram per 100 gram kruidnoten. Ja, en 100 gram is twee handjes. Eigenlijk twee handen. De Flakese moeders Marieke en Dingena noemen zichzelf de Sugar Fighters. Op YouTube en Facebook en tijdens workshops laten ze zien dat er veel alternatieven zijn om ervoor te zorgen dat kinderen minder suiker binnenkrijgen. Lijkt jullie dat lekker? Nee. En dus zijn we ook echt gaan zoeken, weet je wel, van oké, als je normaal eet op een dag, wat krijg je dan allemaal binnen? Nou ja, daar zijn we best wel van geschrokken inderdaad. Ja, kinderen zitten zelfs op een hoger gemiddelde per dag dan volwassenen. Dus die kunnen makkelijk op 40 klontjes suiker per dag zitten. Dat is gewoon heel veel. Het is natuurlijk geen natuurlijk product. Ja, het is wel gemaakt van de suikerbiet. maar het wordt zo geraffineerd in de fabriek dat er zit niks goeds meer in. Sinterklaas is natuurlijk het kinderfeest waar een hoop zoetigheid bij komt kijken. Speculaas. Stukje marsepein. Stukjes marsepein. Suiker. Tai-tai. Nou, noem maar op. Dan zit je gewoon makkelijk op dit aantal. Vandaag bakken de Sugar Fighters dus kruidnoten met dadels in plaats van suiker. En de kinderen zijn uiteraard de jury. En dan kijken of het in de smaak valt. Precies. Een top of een flop. Ja, ja, daar gaat het om. Ja. Hoe vonden jullie de pepernoten en de kruidnoten? Top, top, top. Flop, top, top, top. sowieso merendeel top. Precies. Wat ik zo lees is 6 top, 3 flop. Nou. Hey. Goed. Yes.